Ingrid, de verrukkelijk naakte Ingrid, haar huid vochtig van de blakerende zon, fluisterde in zijn oor. Ja, Harry, ja, ik hou van je en ik zal zeggen wat ik wil. Ik wil kinderen, ik wil werken, ik wil de top. Onland. Als je het leest, je begint eraan, je komt eventjes op gang en dan is het zo typisch een boek wat je door blijft lezen. Niet voor het eerst brandde die kwelvraag, hoe heb ik Ingrid zo ongelukkig gemaakt dat scheiding haar enige redding was? Het verhaal over de gebeurtenissen, de geschiedenis van Harry Schot en hoe hij moet leren niet aan de kettingen om zijn hart te tornen, maar om de kettingen aan zijn voeten. Dat is een proces dat ook tegelijkertijd de lezer meemaakt en die hem wijdse vergezichten zal opleveren aan het eind van deze roman. Er was iets ergs gebeurd. Wat? Dat was hij vergeten. Wilde hij vergeten. Wat doet het er eigenlijk toe? Hij woonde in het donker. Al jaren. Tientallen jaren. Hij wist niet beter. Dit boek, dat moet je lezen omdat je een verhaal verteld krijgt. Ja, wat zo enerverend is. Het Amstel Hotel te Amsterdam. 4 jaar geleden op die winteravond dat ze het mes in hem had gezet. Ieder mens heeft een eigen onland. Een gebied wat hij zelf nog nooit betreden heeft. De hoofdpersoon van dit boek betreedt dat gebied. Een spannend avontuur. Voor de lezer ligt een vergelijkbaar avontuur te wachten. Onland heeft een betekenis op de natuur betreffende. Maar als je het lezen wil, kun je er ook iets anders achter zoeken. Want wie is geen onland?